Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Govert's Blog. En we hebben weer iets nieuws. Ik sta hier in de straat van de bekendste roeitweeling van Nederland. En jullie kennen ze natuurlijk, de Muda's. Laten we kijken of ze thuis zijn, want ik heb een hele belangrijke opdracht voor ze. Kom maar. Yo, hey, grappies. Kom mee, ik ben Tigo even wat scheren. Ah, moet ook in. Ja, jongen. Moet even gebeuren, hè? Ja. Ja, sorry, een beetje vendig, maar moest even. Ja, we zijn klaar met zo. Ja. Als jullie klaar zijn. Ja. Ik had een opdracht voor jullie. Een opdracht, man? Ah, kijk eens aan. De opdracht. Ja, Muda's. Ja, ik ben weer. Je bent de betere Muda. Ja, dat ben ik. Ja, het is saai van beste Muda's. De redactie van Govert's Blog heeft voor jullie een opdracht. Maak het beste shaky. Jullie krijgen een half uur de tijd om in Albert Heijn en hier thuis ingrediënten uit te zoeken. En daar een heel lekker shakeje van te bouwen. Met als jurylid ondergetekende Govert Viergever. Okay. En er is ook nog een thema bij. Aangezien alles duurzaam moet, is het thema groen. Oké. Okay. Heel relaxed. Is goed. Dat is goed, komt goed. We gaan naar de meteen door de security opgepakt, dat we niet mochten filmen in Albert Heijn, want dat zijn staatsgeheimen of iets dergelijks. Dat krijg je ook met twee gevaarlijk uitziende jongens. Ik heb in ieder geval wel mijn vrijheid en mijn milkshake. Oh, misschien wel wat maar jij maar één blender? Ja. Ja, de strijd tussen de Muda's is in volle gang. Wie zal er gaan winnen? Op dit moment ligt Tigo net even voor, want hij heeft de blender in beslag weten te nemen. Maar er kan nog van alles misgaan, want ik zie dat hij een kokosnoot heeft. Ik weet het niet helemaal. Eerst, kijk, we willen namelijk wel. We willen namelijk wel de kokosmelk hebben, want ja, dat is het lekkerste van de hele kokos. Wat doe je dat hier? Zit hij vast, is goed. Beetje porren. Kijk zo, nou, nu mag ik het leuker weer. Proeven? Ja. Oh! Dat is lekker, hè? Is het lekker? Is lekker, hè? Nee, jongen. Ik ben ja, hij kan niet tegen culinair eten. Oh. En we hebben lekker een stukje coconut. Die gaat in de blender. Ja, dan gaan we handen op moeten nemen. Heb je wel eens gewoon een handdoek genomen, ja, ja. Tigo? Ja, dat heb ik vanochtend gewassen. Ja? Ja, serieus. Ja. Kijk hoe netjes het huis is. We houden toch al steeds schoon. Oh, jij zit al een beetje voor te bereiden wat... Nou. Kom op, man. Oké, nou. Ga ik weer. Ja. Schiet hij een beetje op, of wat? Nee. Wat we kunnen doen, is... Oh shit, de eieren koken. Finn! Ja? De eieren koken. Ja, ik kom even wat. Ik heb het goed gedaan. Goed.
zit op de laptop. We moeten nog 5 minuten. Oh. Oké. Okay. Ooit gehoord van dat je altijd even moet proeven? Heel kokosstukjes in. Want anders krijg je zo'n heel ding. En daarvoor hebben we nog een beetje de kokosmelk. Die giet je er zo bij. Ah. Ja. Grapefruit is heel gezond. Er zit een speciale stof in. Naringine. En het schijnt ook vetverbrandend te zijn. Dus ja, voor lichte roeiers. Ja, heel goed. Er is altijd een winnaar en er is altijd een verliezer. En welke Muda zal de winnaar worden? Ik moet helaas dus wel zeggen dat van de twee verliezers is Vincent de winnaar. Bam! Lekker! Right in your face! En Vincent, als prachtige prijs voor deze aflevering van Muda versus Muda heb ik voor jou... Een potje augurken. Mijn eerste trofee. Ben je er blij mee? Ja, tuurlijk jongen. Hartelijk gefeliciteerd jongen. Goed gedaan hoor. Volgende nou, geef even netjes een handje. Ja, maar de volgende keer weer niet. Nee, gelukkig niet. Ik ben altijd mee, jongens. Dat was de eerste aflevering van Muda versus Muda. En wat hebben wij ervan genoten? Volgende keer heb ik natuurlijk weer een hele leuke nieuwe opdracht voor deze twee schattige roeitweeling van Nederland. En ik hoop dat jullie dan ook weer meekijken. Tot volgende keer.